Het is ook spannend, weet je, ook voor mij. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, zelfs voor mij. Het is hier ook zo bloedheet. Bridget, zet heel even je mond open, want dan... Nee, schat, ik vind je echt een cool wijf. Echt, het is heerlijk dat je er bent. Nee, het is ook heel praktisch, want we zijn bijna klaar. Zou je misschien alvast op de champagne kunnen gaan zitten? Dan is je lekker koud straks. Wat is dat toch bij jou altijd, dat koud? Ik weet het niet, maar jullie halen ze er ook wel allemaal uit. Ja. Nou ja, weet je, zij willen natuurlijk voor Comedy Center willen ze zoveel mogelijk van Gordon bewaren. Want dat is natuurlijk de hoofdgast. Dus ze willen dat we allemaal dat gaan kijken. Want nu kun je 1,5 miljoen mensen, dat is alles gezien, is alles weg natuurlijk. Maar toch, bedoel, wat is dat? Ja, maar alle vooroordelen worden hier natuurlijk gewoon besproken en worden groter gemaakt. En er worden ook wel dingetjes erbij gehaald die misschien totaal niet van toepassing zijn op jou. Dat heeft niks met dat koud zijn te maken, dat geloof ik wel. Maar de andere dingen dat je denkt, ja, het is gewoon leuk om dat bij die te zetten en dat bij die. Iedereen, je moet ook iedereen langs, hè? Er zitten best wel veel mensen. Wij moesten ook iedereen roosten. Ja. Dus je moet toch bij iedereen een verhaal hebben. En de helft kende ik niet. Dus... Dat je de kans hebt om juist de voordelen die over jezelf zijn, daar kan je ook mee spelen. Kan je natuurlijk ook zelf absoluut, hebben we ook dus zeker juist... gedaan. Het goede. Is dat iets wat we volgend jaar terug gaan zien, jongens? Ja, wat we echt zeker. Ik zou zeggen, één keer per jaar. Je moet ook niet te vaak doen, want zoveel mensen hebben het in Nederland die er echt heel geschikt voor zijn. Nou, ik zou zeggen, jij, misschien Lil Kleine als hij zo doorgaat. Lijkt Badr Hari. Peter de Vries. Badr. John de Mol. Kijk, je moet mensen. Senior hebben. Of junior? Senior. Senior. Ja. Samen. Samen. Ja, dat is ook leuk. Ja, mensen hebben waarbij je hebt voor bij Gordon zijn heel veel mensen fan. Ik weet niet waarom, maar dat heb je. En, maar je hebt ook heel veel mensen die vinden wat minder. En die willen het ook zien. Dus je wil eigenlijk dat twee kampen, zoals ook een goede bokser, geliefd of gehaat is. Dat soort mensen zoek je. En één keer per jaar is volgens mij heel mooi. Gewoon echt een evenement. Sanne, is dit iets voor jou? Nee. Dit? Nou, ik zou er iedere week heen gaan, maar dan om te kijken. Jij zou wel kunnen roosten. Nee, ja, nee. Ja. Nou, dat duurt het programma nog Ja, dat duurt een paar dagen. Ik zeggen. Nee, ik denk dat ik dat wel kan, inderdaad. Want ik heb nog een beetje moeite met incasseren en met praten. Dus het gaat allebei. Ik zit dan liever in de zaal met alle mensen en om te zuipen. Nee, ik vind dat leuk. Ja, maar toch merkte ik wel dat er de echt harde grappen, dat mensen best wel. Weet je wel, in plaats van in Amerika. Had ik het nooit zo hard verwacht. En daar gaan ze er echt hard aan toe. Ja. En bij ons was het eigenlijk ook zo. Ja. Dat hadden mensen niet verwacht. Dus soms was er wel een shockmoment. Ja. Ik vind het altijd zo awkward. We hebben een heel jaar. Het is een beetje het jaar van de belediging met alles. Amerikaanse president. En dit is juist, het is liefdevol plaag. Volgens mij in goede vriendschappen kan je soms elkaar alleen maar kapot maken. En daarmee toon je liefde. En voor mij moet je dat een beetje terugnemen. Je hebt weinig vrienden. Maar weet je dat mooi? Wat mij mooi lijkt is als je aan het schrijven bent. Dan ga je denk ik nog verder dan wat je uiteindelijk zegt. Of is het nou dit was wel de milde versie. Ja. Heb je er één bewaard dat je zegt van nou die kan echt niet? Die uiteindelijk niet hebt uitgesproken. Nee, dat weet ik nu niet zo uit mijn hoofd. Ik weet hem wel, maar ik weet gewoon dat ik hem nu niet moet doen. Maar ik heb ook flink moeten schrappen, hoor. Ja, je hebt ook... Nou, jongens, we gaan het gewoon kijken. Dinsdag. Aanstaande dinsdag is het de Roast of Gordon. En van iedereen die erbij was natuurlijk. Ja. Bij Comedy Central. Dank jullie wel, allemaal.